Kijken naar deze nieuwe vlog hier vanuit Kuala Lumpur. Gisteravond was echt fantastisch. Het nachtleven van Kuala Lumpur is echt geweldig. Het is echt super druk en overal zijn tentjes op elkaar, onder elkaar. Vandaag staat er dus echt iets cools op de planning. Wij gaan dus vanmiddag naar de Music Run. Het is eerst een stukje hardlopen. Je kan kiezen voor 5 kilometer of 10 kilometer. Wij hebben voor de 5 gekozen en ik denk dat wij gewoon rustig aan gaan lopen en meer voor de gezelligheid daarheen gaan. En aan het einde van dat stukje hardlopen is er een heel groot feest met een concert. En als je je kaartje koop, dan krijg je meteen dit tasje. Dus Carina heeft het van de week al gehaald. En ik wil eventjes aan jullie laten zien wat er in dat tasje zit. Dus allereerst zie ik een doosje. Daarin zit een soort van zonnebrandcreme om jezelf te beschermen tegen de zon. Nou, het is niet echt een zonnige dag. Het is een beetje bewolkt. Dus dat hebben we niet echt nodig. Dit is een sticker volgens mij. Dit zijn ook stickers. Oh nee, dit zijn tattoos. Dus we kunnen coole Music Run tattoos kunnen we zo opplakken. T-shirt. Als je dit t-shirt niet draagt, dan mag je ook niet meedoen. Het is een... Oh, geen idee wat het is. Misschien moet je het zo op je hoofd doen of zo. Nee, ik heb geen idee wat het is. Ik ga zo even aan Carina vragen. Het bandje die we om moeten doen. Super leuk met al die kleurtjes. En dan zit er nog een cremmetje in voor als je spierpijn hebt. En voor de rest nog wat reclamefoldertjes. Echt super leuk. Dus we gaan nu even douchen. Dan ga ik mezelf hijsen in dit shirtje. En dan gaan we richting de Music Run. Zin in! Oké, ik heb de totale look aan. Het shirtje. Ik heb hier een tatoeage. Die staat er ook bij. Oh, hey! You look pretty! Oh my god, what's that? Oh, it's like purple blood, unicorn blood. It's everywhere. Wow. It's not unicorn blood. We zitten in de taxi onderweg naar de Music Run. Are you ready, Carina? I'm so excited. Klein beetje warm hier, maar we halen nu eventjes een vriendinnetje van Carina op. Die gaat ook mee. Ik heb een bandje om en dan is het nog even een half uurtje rijden. Every day is no end. Since I was told that you don't want me, baby, you're just cold and you know I try to hold on to it, I still you. Oké, we zijn dus aangekomen bij de arena en hier omheen is dus de Music Run vandaag. Ik ben echt excited, ik heb er zin in. Het is hier echt 60 graden, het is super warm. Ik ga bijna van mijn stokkie. hebben een klein stukje gerend om te kunnen zeggen dat we hebben gerend natuurlijk. En er is nu nog een heel groot festival binnengaande, maar we zijn echt versleten en moe. Dus we hebben afgesproken dat we gewoon nu naar huis gaan. We willen vanavond ook vroeg naar bed, zodat we morgen vroeg op kunnen. En dat we gewoon echt een dikke, grote dag kunnen maken in Kuala Lumpur. Dat we alle toeristische plekjes eventjes kunnen bekijken. En dat we misschien nog een beetje kunnen winkelen. Ja, dat is eigenlijk de planning. Dus vanavond doen we gewoon lekker rustig aan, zodat we morgen weer tekeer kunnen gaan. We zijn weer lekker thuis en we gaan douchen. We gaan het lekker shower. En dan gaan we een film kijken. Yeah. En we gaan pizza eten. Love deze meid. Ik en Carina hebben net lekker pizza gegeten en een filmpje gekeken. En ik heb zojuist eventjes wat geëdit en ik ben nu aan het uploaden en een beetje aan het chillen. Ik moet naar de wc, maar ik heb geen zin om op te staan. Morgen gaat het echt een super leuke dag worden, want we gaan Kuala Lumpur in. Tenminste, ik ben al in Kuala Lumpur, maar we gaan alle toeristische highlights gaan we bekijken. Voor nu vergeet niet op die duim te drukken. En dan zie ik jullie morgen weer bij een nieuwe video hier vanuit Kuala Lumpur. Slaap lekker. Doei!